Hoi, leuk dat je ook een video over mijn plantjes komt kijken bij mij vandaag. Zoals je ziet ben ik op dit moment al heel druk bezig hier in januari om wat plantjes te zaaien. En ik had december, 8 december, had ik bij deze webshop wat zaden gekocht. En dat vind ik gewoon heel erg spannend. Ik heb het vandaag ontvangen. En ik vind het ook vooral zo spannend, want tot nu toe heb ik eigenlijk zaden alleen maar gekocht bij tuincentra's of bij zelfs bij doe-het-zelf winkel. En dit was voor het eerst dat ik gewoon echt bewust op zoek ben gegaan naar een webshop waar ik de zaden kon vinden van specifieke planten. Ik heb het hele jaar door heb ik planten genoteerd die me leuk leken, die me gewoon echt mooi leken voor in mijn tuin en om bepaalde planten van mij mooi tot uiting te laten komen of mooi te combineren. Dus ik heb gewoon een elftal planten uitgezocht uit mijn lijstje van eigenlijk heel veel. En die heb ik daar dan besteld. Dus ik vind dit echt super spannend. Klinkt heel stom, een pakketje met zaden. Wat is daar nou spannend aan? Maar voor mij is dit gewoon wel echt super spannend. Want zaaien en daar ook echt daadwerkelijk mooie gezonde planten uit krijgen is niet altijd even gemakkelijk. Sommige wel, hè, lage Afrikaantjes, die zijn eigenlijk wel lekker simpel. Maar er komt dus wel vaak meer bij kijken bij zaaien. Hier zie je mijn viooltje. Ineens viooltje. Het ziet er een beetje zielig uit. Ja, dat klopt. Die heeft een beetje gebrek aan licht op dit moment. Ik ben ook aan het zaaien zonder aanvullende lichtlampjes. Dus gewoon echt puur op wat ik in de vensterbank kan krijgen. En dan sjeul ik wel 's morgens of 's middags van de ene kant van het huis naar de vensterbank naar de andere kant van het huis. Omdat daar dan de zon staat. Maar zoals je ziet, er komt wel meer bij kijken bij alleen maar grond en een zaadje. Maar dat is voor een andere video. Deze video gaat over mijn pakketje. Eens kijken, wat kan ik je hierover vertellen? Ik heb 8 december heb ik dus een bestelling geplaatst. Ik heb toen 11 zaadjes besteld. En er kwamen ook verzendkosten bij kijken. In totaal heb ik €40 betaald voor mijn pakketje. En ongeveer €9,90 daarvan was puur verzendkosten. Had ik toen nog even over getwijfeld. Van, ja, wil ik dat wel doen? Maar ik dacht, ach, als ik erheen zou mogen rijden, dan kost het ook nog €10 aan benzine. Dus dan kan ik net zo goed de verzendkosten gewoon pakken. Ik moet zeggen dat ik mijn bestelling nog niet verwacht had. Ik heb hem vandaag binnengekregen. Op de webshop staat wel op dit moment dat ze 3 tot 5 weken levertijd hebben. Langer dan normaal. Vanwege de drukte. Maar toen ik dit besteld had, las ik geloof ik dat ik het pas ergens midden februari zou krijgen. Zoiets stond erbij in mijn hoofd. Dus vandaar dat ik het nu nog niet verwacht had. En ik vandaag dus super blij was dat het dus toch binnen is gekomen. Nou, ik ben nu natuurlijk gewoon heel erg benieuwd. En ik snap dat het voor jullie heel vreemd klinkt. Dat ik het gewoon echt spannend vind om pakjes met zaden te krijgen. Maar ja, als je het hele jaar bezig bent met je plantjes en het uitzoeken van je plantjes, dan misschien snap je dan wel dat ik dit super spannend vind. Goed, laten we even kijken. En dan zal ik ook met jullie doornemen. En als ik foto's van kan vinden van hoe dit er hopelijk uit komt te zien, dan zal ik dat ook aan jullie laten zien in deze video. Laten we even samen kijken. Ik had als optie in elk geval aangeklikt dat ik geen vervangers wilde. Dus ik heb echt de planten specifiek uitgezocht. De soorten ook echt specifiek uitgezocht. Hier bijvoorbeeld van petunia's ook. Ik heb alle petunia-soorten bekeken die zij op de website hadden. En daarvan heb ik gewoon echt specifiek 2 soorten uitgezocht. En ik heb dus aangekruist dat ik geen vervangers wilde. Als zij iets niet op voorraad hadden, dan moesten ze contact opnemen met mij. Maar ze mochten ze dus niet zomaar met anderen vervangen die wel beschikbaar waren en zo goed leken. Dus ik hoop dat dat gelukt is en dat gaan we nu even bekijken. Ik begin bij de petunia's. Ik had gekozen als eerste een petunia hybride mix en die heette ook Frost Mix. En die heette zo vanwege de kraag, witte kraag aan de zijkanten van de bloem. Dat doet een beetje denken aan een vorstlaagje, dus vandaar Frost Mix. Oh, hier kun je het ook wel lezen, Frost Mixed. Het is dus een mix, dus dat betekent dat je dus niet precies weet welke kleuren planten eruit komen. Je krijgt een voorbeeldje hierop. Maar ja, stel je voor dat ik een beetje pech heb en ik ga er bijvoorbeeld 20 zaaien en ik zaai net 20 roze, lichtroze en net 20 andere kleur roze. Dan krijg ik bijvoorbeeld nooit zo'n paarse of dan krijg ik nooit een hele mooie rode. Dat zou dus kunnen gebeuren.
Dus dit is gewoon eigenlijk een beetje een voorbeeldje. Maar je weet dus eigenlijk nooit welk zaadje, welke kleur je daarvan dus zaait. Dus dat is wel iets waar ik rekening mee moet houden bij het zaaien van de planten. Dat ik in afval wel genoeg zaai om ook de andere kleuren te krijgen. En dan moet ik maar misschien de plantjes die uitkomen even delen met mijn moeder, mijn schoonvader, de buren enzovoort. Om dan toch aan zo'n mooi uitzien geheel te komen. Waarom heb ik deze bijvoorbeeld gekocht? Ik heb deze soort gekocht omdat de planten dus heel groot zijn. De bloemen hiervan zijn heel groot. En ik las dat ze goed tegen regen konden en dat de planten ook mooi compact blijven. Ik had verleden jaar ook heel mooi succes met petunia's die ik had gekocht in de winkel. En vandaar dus dat ik dacht, ik wil dit jaar mijn eigen petunia's proberen te zaaien en kijken of ik ook weer zo'n mooie bloembak voor elkaar kan krijgen met het zelf zaaien. Dat hoop ik dat gaat lukken en jullie zullen dat natuurlijk ook te zien krijgen. Of het me lukt of dat het gewoon een mislukking wordt voor mij. Nou, dan kom ik hier bij een Special Grandiflora Mix. Hierbij moet ik gewoon wel eventjes goed kijken, want deze lijkt namelijk helemaal niet op welke petunia soort ik had gekocht. Ik had wel een Special Grandiflora Mix gekocht, dat wel, want ik wilde wel grote bloemen. Maar ik ging voor de hybride Dream Mixture versie van de Special Grandiflora Mixed. En deze bloemen die ik hier zie lijken eigenlijk helemaal niet op de Dream Mixture die ik had gekocht. Dus zoals ik al zei, of je krijgt altijd een voorbeeldplaatje. Dus of die mix betekende gewoon dat wat ik zag op het plaatje erin zat en er dus nog meer in zit. Of ik heb wel echt in dit geval een ander soort gekregen dan ik heb gekocht. Maar ook hetzelfde Special Grandiflora Mix. Nou ja, goed. Op zich vind ik het plaatje er ook wel mooi uitzien. Dus dat laten we maar zo. Daar ga ik al verder niet lastig over doen of achteraan gaan. Die vind ik ook eigenlijk wel mooi. En eerlijk gezegd heb ik ook toen zitten twijfelen uit de franje petunia's die ik hier zag, hoor. Dus goed, prima. Ik vond alleen uit die Dream Mixture vond ik het gewoon zo mooi dat de petunia's van een mooie paarse kleur bijvoorbeeld of een mooie andere kleur gingen naar wit. Maar we gaan het gewoon hiermee proberen. En dan volgend jaar gaan we weer verder kijken. Ook hier, waarom heb ik dus voor een Special Grandiflora, want dat betekent gewoon dat het grote bloemen zijn, gekozen. Ook omdat het dus regenbestendig is. En het leek me gewoon mooi om hele grote bloemen te krijgen. Verleden jaar had ik kleinere petunia's. En zoals ik al zei, daar had ik wel mooi succes mee. En ik wilde nu eens even een grotere versie proberen. Ik vind hier wel heel leuk aan dat ik ook echt zo'n kaartje erbij krijg. Die kan ik ook echt in één van de potjes, dus niet in allemaal, maar in één van de potjes plaatsen. Wat ik hier dus bijvoorbeeld lees, dus dat is ook wel fijn om te weten, hoe geven zij hun aanwijzing? Ik kan hier met kleurtjes zien wanneer je met roze in huis kan beginnen met zaaien, wanneer je buiten moet planten en wanneer het dus gaat bloeien. En ik lees hier bij de J van januari dat je dus inderdaad al kan beginnen met binnen te zaaien. Nou, morgen ga ik dus gelijk beginnen met deze zaadjes binnen te zaaien. En januari, februari, maart, april binnen zaaien. Mei buiten planten. Dus daar moet ik dan wel op letten dat ze dus niet te vroeg buiten plant. En wat ik hier wel lees is, ze hebben warmte en licht nodig om te kiemen. Dus dat betekent in een vensterbank laten kiemen. En dan temperatuur van 20 tot 25 graden. Nou, dat komt goed uit op een warme vensterbank. En zodra ze gekiemd zijn en ze plantjes zijn geworden, dan moeten ze op een koelere plek staan. Nou, dan kunnen ze in mijn geval naar zolder. Maar ze moeten wel heel licht staan, zie ik. Nou, bij mij op zolder is altijd een raam open. Dus dan zullen ze wel het grootste gedeelte van licht binnenkrijgen. En ik kan ook kijken als ik van de ene kant van de zolderkamer naar de andere kant kan verhuizen. Hè, 's morgens aan de ene kant en dan later op de middag naar de andere kant. Zodat het nog genoeg zon binnen kan krijgen. Dus wel cool, maar niet koud staat er. Dus daar zal ik dan wel even op moeten letten. Staat hier precies hetzelfde. Deze staat binnen, February to April, binnen zaaien. Nou, dus dan begin ik dus eerst met deze. En daarna ga ik verder met de Grandiflora. Oké, goed. Gaan we door. Ik heb hier de Primula Viali. Nou, de Primula Viali die leek me echt super mooi. Het doet me een beetje denken aan een orchidee. En dat staat er hier ook bij. Een orchid primrose. En ik heb al een hele mooie kogelprimula in de tuin. En dan leek deze een hele mooie aanvulling erbij. Dit zijn zomerbloeiers. En het leek me dus een mooie afwisseling met mijn
lentevariant. Ik heb op dit moment kogelprimula's die er ongeveer net zo groeien als ik hier dus zie. Alleen de bloemen zijn dan anders, die zijn in een kogelvorm. Maar dat zijn echt de vroegbloeiers. Op het moment dat het zo meteen al wat warmer gaat worden, dan gaan mijn kogelprimula's eigenlijk al beginnen en beginnen met bloeien. En die zullen dan ook heel vroeg klaar zijn. En dan gaat dus de stuk grond daar eigenlijk een beetje leeg staan. Want ze staan op de plek waar mijn hortensia staan, waar mijn Annabel hortensia staat. En mijn, moet ik even nadenken, mijn blauwbaard, Heavenly Blue. Dus dat zijn echt allemaal planten die eigenlijk wat later, dus richting de zomer, zullen gaan groeien en zullen gaan bloeien. Dus wat dat betreft dacht ik, dat is een mooi plekje om af te wisselen met deze kogelprimula's. Ik weet nog niet, kijk, deze gaan in de maanden juni tot en met augustus bloeien. En dan moet ik even kijken of ze dus mooi tot hun recht komen bij in combinatie met dus de hortensia's en de Annabel hortensia's. Maar dat ga ik ontdekken. Het leek me in elk geval super mooi om hem af te wisselen met de kogelprimula's die dan in die periode uitgebloeid zullen zijn. Wat staat er hier op de achterkant? Oh, kijk eens, ik kan gelijk beginnen. Wanneer begin je met binnenzaaien? Van januari tot maart. Nou, morgen ga ik gelijk beginnen. Ook weer een handig kaartje wat ik dan bij kan plakken. Aangezien ik altijd zo met mijn eierdozen bezig ben, kan ik dit kaartje hup ertussen proppen. En dan weet ik dat die hele eierdoos dus Primula Vialis zijn. Zie ik nog iets heel bijzonders hier tussen? Nee, niet echt. Alleen de zaadjes boven. Dus dat is ook iets waar je aan moet denken. Je moet nooit altijd zomaar gaatjes maken in je grond en dan zaadje erin en dan grond eroverheen. Want dat zijn dus donkere kiemers. Die hebben donker nodig om te kunnen kiemen. Maar heel veel zaadjes zijn gewoon lichtkiemers. En die moet je er gewoon bovenop laten liggen zijn eigenlijk. Die moet je gewoon een beetje aandrukken op de grond. Dus dat is als je zaadjes koopt, altijd even lezen. Zijn het lichtkiemers, zijn het donkere kiemers? En moet je dus een gaatje maken en zaadje erin? Of moet je het gewoon bovenop laten liggen en met je vinger een beetje indrukken? Dus dat is wel even iets heel belangrijk. Want anders dan komen ze niet mooi uit. Zeg maar, dan gaat het niet mooi kiemen. Goed, nou leuk. Daar kan ik mooi mee aan de slag binnenkort. Dan heb ik een dwergvariant van de ridderspoor gekozen. En een hyacinthvorm. Ik heb de afgelopen 2 jaar heb ik al ridderspoor gezaaid. En dat was een soort oriental mix. En die vond ik eigenlijk heel erg mooi. Maar het afgelopen jaar viel me op dat mijn bloemen, dat ze eigenlijk gewoon heel dun waren. En ik wilde eigenlijk een mooie volle bos. Dus toen ben ik op zoek gegaan, is er ook een ridderspoor met een mooie volle bos? Nou, toen kwam ik dus uit bij de hyacinthsoort. Een dwergvariant, de hyacinthsoort. Dus dit wil ik gaan proberen. Ik ga het op dezelfde manier proberen te zaaien als mijn vorige ridderspoor. Want daar heb ik eigenlijk al 2 jaar heel mooi succes mee gehad. En ik hoop dus dat als ik het op dezelfde wijze doe, dat het nu ook weer gaat lukken. Ik weet niet precies wat hier staat wanneer zaaien. Ja, hier staat outdoor sowing. Maar ik doe dit wel echt binnen. En dat is ook de reden waarom ik eigenlijk op deze wijze zaai. Want aan de onderkant, want ik maak dus wc-bakjes, wc-rolbakjes. En zo kun je zien hoe het aan de onderkant uitziet. En je kan hier bijvoorbeeld ook al de wortels daarvan zien. En daardoor kan het dus met bakje en al, ga ik dit straks allemaal overzetten. Daarom staat het ook hier. Ga ik het allemaal overzetten in grotere bakken. Dus dan pak ik een groter potje. Dus gewoon echt een potje wat je bijvoorbeeld ook in een bloemenzaak krijgt als je een plantje, klein plantje koopt. En ik ga hem gewoon met bakken al in het potje planten en dan in de grond. Dus dan kom ik ook niet verder aan de wortels. Die blijven dus zo intact en die kunnen gewoon mooi verder ontwikkelen zonder dat ik daar dus aan zit. En tegen de tijd dat het naar buiten kan, als het warmer wordt. Nou, meestal is dat in mei. Maar ja, verleden jaar was de lente ook echt heel vroeg begonnen. En toen kon ik ook al veel eerder planten. Dus misschien dit jaar ook. En dan haal ik het dus weer uit die bakken. En dan gaat het dus nog steeds zo, hup, met wc-rol in de bak, met de bakken en al. Hups, de grond in. En dan worden dus de wortels niet echt verstoord. En daardoor lukt het dan dus ook. Planten die je normaal gesproken direct in de grond moet zaaien om niet aan de wortels te komen. Dus dit ga ik op dezelfde wijze proberen. Kijken of het me net zo lukt als de ridderspoor oriental mix die ik de afgelopen 2 jaar heb geprobeerd. Ja, en dat zal ik dan natuurlijk aan jullie laten zien. En ook het verschil laten zien, want ik ben op dit moment dus al de ridderspoor aan het zaaien. En dus dan hoop ik dat aan jullie te kunnen laten zien. Dan heb ik hier een halfhoge leeuwenbek, een speciale rode versie. Ik was eigenlijk op zoek naar een mooie roze versie, maar die hadden ze niet op deze website. En toen zag ik de Ruby Red, dus dan gaan we die maar proberen. Eenjarige bloem.
Volgens mij is deze ook inderdaad eenjarig. Mijn riddersport die ik nu heb is in elk geval wel eenjarig. Er wordt een nieuwe plantensoort voor mij. En die leek me gewoon echt een supermooi aanvulling in mijn tuin. Eens kijken, zaaien, februari. Nou, kan dus meteen... Ik denk dat ik wel aardig aan de slag zou kunnen gaan. Wie weet, als het eerder lente wordt, dan moet het wel lukken. Half mei buiten uitplanten. Prima, je kan het zelfs later zaaien, zodat je dus weer nieuwe planten en bloei hebt voor na de vakantie. Nou, ik heb eigenlijk wel zin om gelijk te gaan beginnen. Dit zijn ook echt snijbloemen die je dus mooi kan snijden en dus in een vaas zou kunnen plaatsen voor binnen. Dus dit wordt nieuw en ik hoop dat dat mij leuk gaat lukken. Zo kom ik uit bij de kruiden. Ik heb een aantal keukenkruiden, of tenminste een aantal kruiden gekocht, speciaal voor mijn man. Mijn man is degene die altijd het meeste kookt thuis en hij gebruikt heel vaak de kruiden uit mijn tuin. En hij vroeg me of ik dit jaar mijn kruidentuin wilde gaan uitbreiden met extra kruiden. Dus ik heb hem gevraagd wat hij wilde hebben en daarbij heb ik de zaden erbij gezocht. Ik heb gekozen voor Griekse oregano, omdat ik las dat deze dus de meeste smaak had van de oregano. Soorten, dus vandaar dat ik deze had uitgekozen. Even kijken, zaaien in maart. Nou, dan moet ik nog eventjes gaan wachten. Ik zie dat de zaden snel kiemen. Een beetje vochtig houden. Oké, prima. Na opkomst licht en koeler zetten. Oh, kijk, ik kan al binnen gaan zaaien. Zie, voor winterteelt van augustus tot februari in potten binnen zaaien. Zet ze dan zeer licht en niet te warm. Nou, dat komt helemaal goed. Ik heb wel wat lichte en niet te warme plekken in huis. Daar ga ik dus ook wel morgen meteen mee beginnen. Leuk! Bijzondere pepers. Hij wilde een peperplant voor pepers. En toen ben ik gaan zoeken. En dus dit is een van de soorten die we dan samen hebben uitgekozen. Dit is een ideale peper voor de Mexicaanse saus. Las ik. Dat weet ik dus nog niet zeker. Dat gaan we ontdekken. Het is niet te mild, niet te heet. En genoeg voor de kick van de homemade salsa. Dat is wat ik op de website las. De flinke planten overladen zich met pepers. Dus ik ben heel erg benieuwd. De kleur is van groen naar rood en voor salsa wordt dan groen geoogst. Ik las ook dat het zeer ziekteongevoelig is en de grootste oogst geeft. Nou, voor een beginnende peperplantzaaier lijkt deze me dus wel geschikt. Hier gaan we voor. Lezen we nog iets heel bijzonders. Uitzaaien. Nou, perfect. Januari tot april binnen. Dus heel mooi. Dan kunnen we dus mooi gaan beginnen. Morgen. Ik heb morgen veel te doen. Ik heb morgen een drukke dag. En dan ook nog eens schaatsen erachteraan. Nou, leuk. Goed. Schaatsen kijken bedoel ik dan. Hè? Ik hou van schaatsen kijken. Ik kan niet zelf schaatsen. Dan kom ik bij de Tagetes spatula tangerine. Ik ben heel erg dol op de lage Afrikaantjes. En dat kun je hier ook wel zien. Ik heb het afgelopen paar jaar al echt heel mooi succes gehad met de Afrikaantjes in mijn tuin. Verleden jaar nog mooier dan het jaar ervoor. Omdat ik meer had geleerd over het zaaien ervan, planten ervan, verzorgen ervan. En de bloemen, de plantenzaden waren echt veel voller en gaven me zoveel meer bloemen dan het jaar ervoor. Dus ik ben heel benieuwd wat me dit jaar gaat lukken en ik wilde dus afwisselen met een ander variant. Ik heb deze speciaal uitgekozen omdat die heel diep oranje waren en dus hopelijk veel meer kleur bieden dan de variant die ik nu heb. Deze heb ik eigenlijk gewoon gekocht bij een do-it-zelf centrum. Dat is echt niks bijzonders. Ik had gewoon een zakje daar gekocht. 1,79 was het geloof ik. Nou, en dan dit wordt mijn derde jaar al ermee. En deze zaden heb ik zelf geoogst van verleden jaar. Dus de originele zaden, die gebruik ik al niet meer. Elk jaar oogst ik zelf de zaadjes van wat er bij mij in de tuin bloeit. En dan het jaar erop, dan begin ik dus weer opnieuw. Dus lekker biologisch, goed voor de bijtjes. En heel erg leuk om te doen. En die zijn het allermakkelijkst. Dus als jij tot nu toe nog geen plantjes zelf hebt gezaaid en jij ziet deze video en denkt, nou, dat lijkt me ook een keer leuk om te proberen, dan zeg ik, begin met de lage Afrikaantjes. Want ik denk niet dat die zouden kunnen mislukken. Ja, ik vind deze... Echt, deze lijken me echt superleuk. Gevuld bloemig. Dus ik hoop dat ik jullie dit jaar in mijn tuinvideo een mooie afwisseling kan laten zien van de soorten die ik al had het afgelopen jaar. En een nieuwe soort. Dan gaan we naar de... mis ik niet een wat zaden? Ja? Oh, ik mis wat. Ik mis de munt. Ik had wel wat meer gekozen dan oregano en peper. Ik ga het zo even opzoeken. Ik mis wat zaadjes, ontdek ik nu. Ik ga zo opzoeken welke zaadjes ik mis. Maar ik weet dat ik namelijk ook een speciale pepermunt had uitgekozen. Ook speciaal voor het koken en voor de thee namelijk. Ik zoek dat zo meteen even uit. Ik ga eerst even afmaken wat ik in mijn handen heb. De coleus.
Ik heb de coleus uitgekozen omdat het me leuk lijkt om mijn bloembakken gewoon mooi af te wisselen met niet alleen maar bloemen die echt uitbundig bloeien, maar ook gewoon hele mooie kleuren aan bladplanten. Dit is een mix, dus dat betekent dat ik natuurlijk niet weet precies welke van deze ik eruit ga kunnen zaaien. Dus dat ga ik gewoon eventjes moeten ontdekken dit jaar. Maar eigenlijk lijken alle coleus soorten die ik hier zie mij wel mooi. Dus we gaan het proberen, kijken hoe mij dit gaat lukken. En of ik ook aan jullie kan laten zien hoe mooi het me lukt om met mijn bloembakken, met de bloemen die ik heb, bijvoorbeeld met de petunia's, om dat mooi af te gaan wisselen. Nou, vervolgens heb ik hier een zakje zaden die ik gekregen had. Dat stond ook echt op mijn bestellijst. Toen ik mijn bestellijst via de e-mail ontving, stond er ook bij een zakje verrassing. Nou, dat zijn dus deze bietjes, de kroten. Ik heb nog nooit bietjes zelf gezaaid, dus dit wordt ook nieuw. Even leren en uitproberen. En ik moet ook eerlijk zeggen, wij koken nooit zoveel bietjes. Dus we gaan kijken hoe bietjes die je zelf zaait, hoe die dan smaken. Want verleden jaar had ik bijvoorbeeld ontdekt, wij eten wel heel graag broccoli. Dat kopen we ook altijd, gewoon in de supermarkt. Maar ik had verleden jaar voor het eerst broccoli gezaaid. En dat was zoveel lekkerder dan broccoli uit de supermarkt, dat ik ook dit jaar weer broccoli ga zaaien. Maar dus, wie weet, vinden we bieten die je zelf zaait wel veel lekker dan bieten uit de supermarkt. Ja, ik heb alles eventjes doorgenomen en dan mis ik inderdaad twee kruiden. Ik mis de gember. Ik had echte gember had ik besteld. En dat is natuurlijk geen zaden. Naar mijn idee was dat een echte plant, dat het een knol zou zijn die je dan kreeg. Nou, die mis ik dan dus. En daar heb ik ook geloof ik extra kosten bij betaald. Niet veel, het was maar 25 cent extra kosten. Maar ik las ook niks bij deze levering. Er zat ook geen briefje bij dat die dus nog niet besteld was. Dus daar gaan we even morgen over mailen om te vragen of het klopt dat ik het mis. En hoe dat geleverd gaat worden. Komt vast wel goed. En ik mis inderdaad de munt. Ik had een Marokkaanse soort gekocht. Of tenminste besteld, Marok Nana. En ook daarbij lees ik één plant. Maar er stond wel bij mijn bestellijst, mijn factuurbestellijst, leverbaar april, september. Dus ja, dat kan wel kloppen. Dat had ik ook wel van tevoren geweten dat ik dat niet gelijk zou krijgen. Maar wel jammer dat dat er niet dan bij staat. Van nou, dit wordt nageleverd. Want dat, ja, nu ontdek ik het in één keer. Dus ik had het wel fijn gevonden als dat erbij had gestaan. Maar goed, we zullen dat morgen gaan mailen en dan gaan we vragen of dat klopt. En ik ga er eigenlijk vanuit dat dat vast wel goed gaat komen. Ik heb natuurlijk gelijk een e-mail gestuurd om te vragen wanneer en of ik de twee dingen nog nageleverd zou gaan krijgen. En binnen 3 dagen heb ik antwoord gekregen dat als er nalevering zou zijn, dat ik dat dan in de pakbon zou kunnen zien. De pakbon die kwam dus 2 dagen later na mijn e-mail. Dus in totaal 5 dagen nadat ik de zaden had ontvangen. En op mijn pakbon staat dat het mogelijk zal worden nageleverd. Mogelijk, dus dat is niet zeker. Zodra ze op voorraad zijn, dan wordt het nageleverd. En de nalevering dat blijft dan 1 jaar staan. En na 1 jaar, als het dan nog steeds niet is nageleverd, dan vervalt mijn bestelling. Op zich, ik heb er nog niet voor betaald. Ik heb als factuur alleen gekregen de zaden die ik dus heb ontvangen. Alleen die moet ik dus betalen. Ik heb er dus nog niet voor betaald. Dus de nalevering vormt wat dat betreft eigenlijk geen probleem. Het is natuurlijk alleen de onzekerheid. Ga ik het wel krijgen, ga ik het niet krijgen? Maar goed, weet je, gember en munt vind ik niet erg als ik daarop moet wachten. Of als dat dit jaar misgaat, dan maar volgend jaar. Dus dat vind ik ook helemaal niet erg. Ik heb ook nog helemaal geen verzendkosten, zijn nog niet bij me in rekening gebracht. Ook niet voor de zaden die ik nu al wel heb ontvangen. Dus die verzendkosten die gaan dus bij de nalevering erbij komen. Dus stel dat zij niet leveren, dan, als ik het goed begrijp, vervallen dan de verzendkosten. Dat denk ik dus, want het is me nu niet in rekening gebracht bij deze eerste levering van de zaden. Dus ja, ook wat dat betreft vormt dat geen probleem. Want het is niet zo dat ik nu verzendkosten moet betalen en straks dus weer. Dat het dan dubbel in rekening wordt gebracht. Dus ja, eigenlijk vind ik het wel een prima service wat ze hier dus bieden. Kijk ja, dat iets nageleverd moet worden, dat kan altijd. Dat wist ik ook van tevoren voor een van de twee. Dus dat is ook helemaal niet erg. En ik vind eigenlijk dat ze dit echt heel klantvriendelijk oplossen. Dus ik vind het een prima service. Zelfs in deze lastige, drukke, moeilijke tijden van corona. Dus
Prima. We springen vooruit in tijd. Het is inmiddels augustus. En omdat ik een nieuwe tuin YouTube-kanaal ben begonnen, kan ik deze video dus ook opnieuw maken nu en opnieuw klaarmaken en dit stukje dus nu toevoegen. Zoals ik al zei, we zijn in augustus en ik heb de nalevering dus nog steeds niet ontvangen. Maar dat geeft eigenlijk helemaal niets, want hun service is gewoon zo perfect. Ze hebben me geen verzendkosten in rekening gebracht. Dus alle zaden die je dus zag, wat ik ontvangen heb aan het begin van deze video, heb ik allemaal gekregen. Betaald natuurlijk, maar dan zonder verzendkosten, omdat dus de nalevering niet is geweest. Nou, inmiddels kijken we hier naar mijn coleus. En zo zie je dus hoe ik dit dan zelf heb gezaaid en het ziet er prachtig uit. Ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vonden. Je merkt dat ik hier wel heel veel zin in heb en heel veel het ook heel erg spannend vind. Dus ik hou jullie zeker op de hoogte en in mijn tuinvideo's dit jaar zul je deze planten voorbij zien komen. Of je krijgt te horen dat ze missen, omdat het me niet gelukt is om ze goed van zaad naar plant te krijgen. Maar goed, ook dat is een leerervaring, want aldoende leert men. En dat zul je dus ook wel zien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering.